dag van het jaar. Het is vandaag 31 december, betekent oudejaarsdag. En vanavond is oudejaarsavond. We gaan vanavond naar 2021 of 2022. We sluiten 2021 af. Maar ik ga eerst nog werken. Ik ben inmiddels klaar. Ik moet alleen nog even schoenen aan. En dan ga ik richting het werk. Ochtendje werken. Dus let's go. Ik ga jullie meenemen. Goed, en ik loop buiten. Ik ben onderweg naar werk toe dus. Ik moet dus een paar uurtjes in de ochtend nu elke keer. Omdat ik niet mag werken tot met de MRI die ik dan heb. Dus ik ben onderweg naar het werk. Om eventjes een ochtendje te helpen met dingetjes die ik wel kan. Waar ik geen twee armen bij nodig heb. Maar ik ga eerst even langs de Albert Heijn. En dan ga ik bij de Albert Heijn to go, denk ik. Om een lekker broodje en een kopje koffie te halen. Dus ja, let's go. Goed, ik ben onderweg naar mijn werk. Wacht even hoor, jongens. Hi. ik ben onderweg. Ik ben aan de wandel. De lucht is roze aan die kant. Het is zo. Voordat zie ik het hier zo om het hoekje. Dus dan kan ik het laten zien. Het is echt vet mooi. Maar broodjes is op. Een koffietje heb ik toch wel. En mijn bus reed voor mijn neus weg. Dus ik moet lopen. Maar goed, dat geeft niet. Het is gelukkig ook niet zo koud buiten. Kijk. Is toch mooi. En het is hier achter het gebouw nog feller oranje. Dus de zon komt op. Maar ik ben dus onderweg. Ik drink mijn koffietje op. Dan ga ik even kijken wat ik kan doen. Ik heb ontiegelijk veel pijn en ik heb mijn bijtje zal ik thuis laten liggen. Lekker slim. Dus ja. Ah, kijk, daar is het helemaal oranje. Aan de wandel. Ondertussen heb ik de Spotify playlist van Thomas staan. Omdat er af en toe wel even goede nummertjes voorbij komen waarin je goed wakker wordt. Dus let's go. We gaan naar binnen. Ik heb alleen ook mijn werkjasje niet aan. Want die zat allebei in de was. Maar goed, maakt niet uit. Cheers jongens, laatste dagje. En ik ben onderweg naar huis. Ik heb vanochtend gewerkt. Het staat trouwens helemaal vol te slingen. Iedereen is volgens mij oliebollen dingen aan het halen. Het is nooit zo druk op zaterdag. Maar nu wel. Maar ik ga het onderweg naar huis. Goed, inmiddels eventjes de markt geweest. En ik ga nu aan de spinnen op. Even een bakje halen bij de Appie. Oh, dat is Akkers. Kut. Maar in ieder geval een bakje halen bij de Appie. En dan naar huis. Goed, een bakje in ieder geval op. Ik heb deze jas trouwens gescoord op de markt in Rotterdam. Super cute, super blij mee. Maar onderweg naar huis. Laatste ding is opruimen. En ik ga even langs de appje om even eten te komen vanavond. Dus ja, let's go. Great. En ik ben weer thuis. Ik heb net even gegeten. En ik ga mijn was ophangen die ik gisteren heb aangezet. Want die is nu onderhand klaar. Mijn nieuwe hoedje van Heidi Sweden is binnen. Eindelijk. Het glitterhoesje. En mijn boek van Dear Good Morning. Ik heb hem in mijn e-book en een luisterboek. Maar er zitten van die tabellen in, dus ik wil het graag lezen. Maar, ik ga jullie even zetten hier. Ik heb ook van die velletjes aan mijn lip. Maar dat moet dan afblijven, maar dat doe ik niet. Heel irritant. Maar goed, in ieder geval ga ik nu mijn was ophangen. En daarna dan ga ik denk ik mijn boek lezen, een stuk.
En ik weet eigenlijk niet wat ik verder ga doen. Volgende vraag, geen idee. Geen idee. Waarschijnlijk niet heel veel. Ik ga vanavond wel even slapen. Want ik moet morgen ook werken. Aangezien ik wel om 12 uur wakker wil zijn, ga ik tussendoor nog even slapen vanavond. En dan ga ik rond een uurtje of 11:30 ga ik weer terug op. En dan zien we het wel. Dus ik ga sowieso even goed slapen. Ik ga er op tijd in vanavond. Maar het is nog in de avond. Dus we gaan even wasje ophangen en een nieuwe was aanzetten. En dan hebben we dat ook allemaal gehad. Dus dat allemaal lekker weg voordat het morgen is. Goed, verandering van plan. Aangezien ik in die hoek daar nog licht moet maken, ga ik mijn bed lekker uitklappen. En ga ik lekker op mijn bed mijn boek lezen. Hoppakee. Lekker chillen op bed. Boek lezen. Ik zet de tv lekker aan, dat ik iets van een filmpje kan kijken. En lekker niet zoveel doen. Ik ga het lekker een beetje donker maken. Gewoon lekker een chill middagje. Niet te veel te gaan doen. Lekker gewoon op mijn telefoon een beetje rommelen. Boek lezen. Alles relaxed. Ik zeg topmiddag. Goed, de knallen gaan al tekeer buiten. Ik heb trouwens net gedoucht en avond gegeten. Maar ik ben even deze kleine man een beetje moed aan het inpraten. Dat hij niet bang hoeft te wezen. Alle knalletjes vanavond. Dat het allemaal goed komt. Hm? Ja. En dat het zo voorbij is. En dat we elkaar volgend jaar weer zien. Oftewel over een paar uurtjes. Hé? Ja, Krokoos. Er is niks aan de hand. Ik vind het leuk. Blijf je bij mij slapen dan vannacht? Ja? Rio vindt het allemaal niet zo leuk. En dat snap ik heel goed. Dus ook niet erg. Maar je hoeft er ook niet bang voor te zijn, hè, maatje? Echt niet. Het komt allemaal helemaal goed. Hé? Ja. Goed, aangezien ik morgen moet werken. En dus eigenlijk gewoon totaal niet aan mijn rust ga komen af voor de komende 24 uur. Ga ik nu even slapen. Het is 8 uur. Over een paar uurtjes gaat mijn wekker. Dan ga ik eruit. Ga ik nieuwjaar vieren. En dan is het de bedoeling dat ik daarna weer ga slapen. Rond een uurtje of 1:30, 2. Misschien iets later. Ik weet niet hoe het loopt. Maar dan ga ik een tukje doen. En dan gaat mijn wekker morgenochtend weer om 6:15. Om vervolgens om 6:45 te vertrekken naar het werk. Heb je zin in? Nee. Na het werk morgen. Als ik klaar met werken ga ik me omkleden, opfrissen en naar mijn opa en oma toe. Want dan is daar aan die kant visite. Als zij een gelukkig nieuwjaar wensen. Dan ga ik daar naar huis. Ga ik heel even een ditje doen. En dan staat 's avonds Tom voor de deur. Dus echt rust tussendoor en goede slaap heb ik niet. Dus vandaar dat ik nu even een paar uurtjes ga meepakken. En vannacht hopelijk een paar als het gebombarderen in de straat niet te lang duurt. Maar ik ga nu even een tukje doen. Tot 11:30.
Ik ben weer wakker. 5, 4, 3, 2. Het is donker. Gelukkig nieuwjaar! Yay! Hey, de klok loopt achter. Ja, die klok loopt altijd achter, maar het is toch echt... 2022. Yay! Oké, Brigitte is een belle tijd. Oh! Ik ben er net zo stijf als vorig jaar. Dat heb niks veranderd. Lekker nieuwjaar iedereen. Oh, wat doen wij hier al moeite. Echt, iedereen had het liefst al op zijn bed gelegen. Maar cheers! En ik lig weer in het bedje. Het is 1 uur. Na 2 blikjes persoa. En 1 blikje Malibu ga ik slapen. Aangezien ik morgen om 7 uur op moet. Of ja, kort voor 7 denk ik. Heb ik er zin in? Nee. Ga ik het doen? Ja. Nee, ik heb daarnet Tom even gebeld. Die was lekker met vrienden. En ik heb Chantal even geappt. En Ash geappt. En Nadouska. En mijn opa en oma even gebeld. En de rest van de Mikmak geappt. En de rest zie ik morgen wel. Trouwens, dit is 2022. We gaan het jaar al goed in. Maar dat geeft niet. Ik ga lekker tukken. Ik zie jullie straks. Ik zeg altijd morgen, maar het is gewoon straks. Want het is al een volgende dag. Het is 2022. Ik hoop op een goed jaar. Echt waar. Ik ga het slapen. En ik zie jullie als ik straks weer wakker ben. Ik neem trouwens de vlogcamera niet mee, dus ik denk dat ik jullie pas zie als ik terug ben van het werk. Dus ik zie jullie ergens straks al. Bye, slaap lekker voor de mensen die dit zien terwijl ze gaan slapen. Ik ga nu slapen en ik hoop dat ik kan slapen. Ik hoop het echt. Bye. Goed, inmiddels ben ik weer thuis, omgekleed en heb ik mijn nieuwe hakken aan. En hoe vreselijk. Ik kan er niet op lopen. Ze zijn een beetje te groot. Een heel klein beetje. Ik vind ze wel heel gaaf hoor, maar ik kan er gewoon niet op lopen. Maar goed, maar ja, het gaat om het idee. Ik heb een zwarte broek aan, topje eronder. Mijn glitter shirtje dingetje. En dan mijn hakken. Vraag me niet hoe ik veilig aan de overkant ga komen. Maar ik hoop dat ik het red. Dit wordt waarschijnlijk heel voorzichtig lopen. Ik ga mijn tas pakken. Tenminste, die staat beneden. Ik ga mijn lamp uitdoen. En ga ik richting mijn opa en oma. Om daar nieuwjaar te wensen. Mijn oom en tante zijn er ook. En mijn opa's broer is er ook. Dus let's go. Goed, en dan gaan we. Op de hakjes onderweg naar huis. Zonder hopelijk om op laat te gaan. Tom die komt straks mijn kant op. En misschien dat ik vanavond nog even een bakje doe bij opa en oma met Tom. Die vroegen dat. Maar misschien ook iets. Ik weet niet waar ik zin in heb vanavond. Ik zie het allemaal wel. In ieder geval ga ik me nu veilig verroeren naar huis. Zonder dat ik op mijn bek ga. Ik loop ook lekker makkelijk. Maar niet heus. Het gaat niet zo vlot. Ik heb natuurlijk voor mijn eigen gewoon best wel een hoog tempo met lopen. Dus ik vind het heel erg lastig. Om dan zeg maar... Nu in één keer heel rustig te lopen. Terwijl ik normaal van mijn eigen gewoon heel vlot loop. Dus vind ik dat raar om nu zo langzaam te wandelen. Maar ik weet wel... Dat strakjes... Die hakken lekker uitgaan. Maar ik moet zeggen, nu ik er een middagje op gelopen heb... Loopt het niet meer zo eng. Maar het liep vanmiddag wel even dat ik dacht, oh. Dus dit maar goed gaat.